Wat is God goed? In de voorbereiding zei ik van, het wordt een fantastische dienst, omdat we een fantastische God hebben. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ik ga jullie even meenemen hoe wij als oudsten op donderdag, één keer om de week zijn we op donderdag komen bij elkaar. En wat we doen als oudsten, is dat we bidden, Gods aangezicht zoeken. En er komen soms dan profetische woorden. En dan ga ik met jullie delen. Want we hadden een beeld als oudste waar we graag met jullie willen delen. We zag iemand een vliegtuig. En een vliegtuig als gemeente. En als je in een vliegtuig zit, dan heb je soms last van turbulentie. En als de vliegtuig zeg maar een beetje heen en weer schokt, dan voelt dat niet altijd heel erg comfortabel. Maar je blijft geloven dat de piloten die eenmaal aan het stuur zitten, bekwaam genoeg zijn om dat vliegtuig te laten landen. Een ander beeld wat diezelfde avond kwam was, als iemand goud zoekt met zo'n pan, zo'n goudpan. Dan zie je dat, zeg maar, dan moet het zand eruit worden gezeefd. En dat pan, die goudpan, moet je goed schudden. En met al het water spoel je zeg maar het zand weg. En dan door dat schudden, dan zinkt het goud. Zinkt dan in die pan. Ander beeld wat ik van de week had, was een bijbelsbeeld. Waar Jezus vertelt dat het graan en het kaf van elkaar wordt gescheiden. En dat doe je met zo'n wandvork. En dan schept zo'n boer, die schept dan een graan en dat gooit dan omhoog en de wind komt er om het kaf zeg maar van de koren te scheiden. En een indruk die we hadden is, God weet wat hij doet, ook al schudt alles om je heen. Hij weet wat goed is. Ook al begrijpen we soms niet altijd wat hij aan het doen is. Maar zijn doel is dat wij tot onze bestemming komen. Dan mag je geloven dat God nog steeds weet wat hij doet. En we mogen weten dat Jezus de rots is, waar we stevig op staan. En dat zijn beloften altijd stand zullen houden. En ik las Prediker 8, vers 16 en 17. Daar staat, daar schrijft Salomo schrijft dan, ik heb mijn uiterste best gedaan om wijs te worden. En om alles te begrijpen wat op aarde gebeurt. Maar de dingen die God doet, kun je niet begrijpen. Ook al denk je er dag en nacht over na. Ook al geef je jezelf nooit rust om te begrijpen. Zelfs een wijs mens kan niet begrijpen wat er op aarde gebeurt. Ook al zegt hij van wel. Salomo zegt heel duidelijk van, ook al, soms begrijpen we God gewoon niet. Omdat hij God is. Het is Gods verlangen, is dat we onze relatie met hem onderzoeken. Hij wil dat we met onze geest nieuwe dingen gaan ontdekken. Hij leert ons om boven de logica en ons verstand uit te stijgen. Zodat we in Gods roeping kunnen blijven en niet worden beperkt door ons eigen menselijk denken. De Heilige Geest wil ons optillen naar een niveau van meer vertrouwen en een veel groter geloof. Ik heb mijn Bijbel dichtgeslagen. Dat is niet handig. God wil dat we op hem vertrouwen. En als je meer wil overlezen, raak je echt aan Psalm 46 gewoon te lezen. En ik las vanochtend dit. Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de Vader die van ons houdt. De God die ons altijd moed geeft. Steeds, schrijft Paulus, als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. Want de moed die God geeft, geef ik door. Ook al heb je
voel je dat het schudt om je heen. Wij geven God alle eer. Want hem komt alle eer toe. En niets anders. En laten we het lied ook gewoon zingen. Ik vraag jullie om op te staan. U komt alle eer toe en aanbidding. Jezus. Vader, dank u wel. Er is niemand is aan u gelijk. U alleen komt alle eer toe. Wat onze omstandigheden ook zijn. Dank u, Jezus. Ja. Dank u wel. Sta je klaar? Want je bent geroepen. Dat zou het thema zijn toen ik aan het voorbereiden was. Maar het gaat vandaag heel erg over geloof en over moed. Vorige week had Wiebren het al over, we willen het geloof ons hart oprekken. We willen ons geloof ook oprekken. En in een van de... In de visie staat onder andere dat wij als oudsten, als gemeente, een cultuur van geloof en moed in ons willen laten groeien. We willen moedig zijn, juist in alle tijden en zaken.
Ook al schudt soms alle dingen om ons heen. En ik wil jullie echt bemoedigen. En we willen jullie bemoedigen om geloven en moed te laten groeien in je eigen leven. Dat is wat we willen. Geloof en moed laten groeien in je leven. En in de Bijbel staan heel wat mensen beschreven die door God geroepen waren, die moedig waren en geloof hadden. In de bidstond noemde Menno even Gideon. Gideon was zo'n persoon die eventjes zo moedig was. Met een klein groepje mensen de Midianieten versloeg. Nou ja, eigenlijk deed God dat, maar was maar een klein groepje wat nodig was. En dan hebben we Ezra. Ezra die moed had om te zeggen, ja God, ik wil de tempel herbouwen met een aantal mensen. En een ander iets wat mijn favoriet ook is Nehemia. Nehemia die zo moedig was om te zeggen van, ik hoor Gods stem, dat ik de tempel of dat ik de muren van Jeruzalem weer mag herbouwen. En hij ging weer terug naar Jeruzalem om dat te doen. Maar ik ga jullie meenemen naar een profeet, Elisa. En ik heb wat met profeten, ik weet ook niet waarom, maar Elisa en Elia zijn mijn favoriete profeten in de Bijbel. Om jullie mee te nemen, Elisa, begin ik even een stukje vooruit, waar we bij Elia beginnen die op de Karmel was, waar ook dat werd in de voorbid stond benoemd, dat het vuur uit de hemel kwam. Waar God liet zien dat hij werkelijk God was. En tegelijkertijd, daarna zie je dat Elia vlucht. En dan gaat hij 40 dagen, moet hij reizen naar de berg Horeb. En Horeb is de berg waar Mozes God had ontmoet en daar ontving hij de 10 geboden. En dan ontmoet dan nog God. En hij krijgt een opdracht om Elisa te zalven, om naar Elisa toe te gaan en hem als opvolger aan te wijzen. En ik neem jullie mee naar 1 Koningen 19, vers 19 tot 21 en ik lees uit de NBV-vertaling. Elia ging weg van de Horeb en toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter de 12e span. Elia liep op hem af, gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat me afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. En daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Elia die gooide zijn mantel over Elisa. En eigenlijk is dat de profeetmantel. En door dat gebaar was eigenlijk dat Elisa wist, hey, ik moet Elia volgen. Je moet weten dat Elisa zo ongeveer 25 jaar oud was toen hij werd geroepen. Dus hij was niet, ik zeg altijd jong volwassen. En Elisa betekent God heeft je gered. God heeft gered. En zoals we lazen, hij was boer. Elisa was boer. Zijn vader was boer. Dus dan zou je denken, dan wordt Elisa ook boer. Want als je vader visser was, dan werd je visser. En was je vader timmerman, dan werd je timmerman, inderdaad. En de vader van Elisa was een rijke boer. Hij had veel akkers, groot bouwland. En dat kon je wel een beetje merken, want hij had maar liefst 12 span ossen. En dat was in die tijd was dat best wel veel. En dan moet je naar een span bestond uit 2 ossen, dus je had dan 24 koeien, ossen op dat land, ook met 12
van uw ploegen erachteraan. En terwijl hij dus aan het werk was, kwam dus Elia naar hem toe. Het is niet bekend, want het schrijft erbij niet of ze elkaar kennen, maar nou ja, als je op de Karmel een geweldig ding doet, waar het bijna het hele volk was uitgenodigd, kan het bijna niet mis dat Elisa dat iets heeft meegekregen. En de woonplaatsen waar ze woonden van Elia en Elisa, die waren wel lagen dicht bij elkaar, dus de kans dat Elisa hem wel eens van mij heeft gehoord, is vrij groot. En er staat er dan dat Elisa alles achter zich liet om Elia te volgen. En het grappige is, hij gaat dus van het hout van het juk, maakt hij vuur, hij slacht dan de ossen, hij braadt het vlees, eigenlijk een soort barbecue, een soort afscheidbarbecue voor het volk, voor de hele buurt. Nou kom, lekker, we gaan het vlees op de barbecue gooien. En het staat nergens dat hij afscheid nam van zijn vader of moeder. Nee, hij deed dit gewoon. En je moet wel eigenlijk moed hebben om dat te doen. Ja, want of zijn vader nou zo blij was dat er een paar ossen werden geslacht. En daarna gaat Elisa achter Elia aan. Eigenlijk is Elisa een soort discipel. Elia was een geestelijk vader voor Elisa. En hier zie je eigenlijk een soort vader-zoonschap. En Elisa heeft ongeveer 9 jaar heeft hij zo ongeveer opgetrokken met Elia. Eigenlijk als een soort discipel. Er staat niet zo heel veel over hoe dat daarin ging, maar op een gegeven moment staat dan dat Elia het gevoel heeft dat hij naar Gilgal moet. En dan zegt hij tegen Elisa, blijf jij hier maar. En Elisa zegt, nee, ik wil met je mee. En dan gaat hij naar Bethel. En dan zegt Elia weer tegen Elisa, blijf maar hier bij Bethel. Elisa zegt, nee, ik wil met je mee. Dan gaat hij naar Jericho en vervolgens gaan ze de Jordaan over. Want Elisa wil Elia gewoon volgen. En dan lezen we uit 2 Koningen 2 vers 9 tot 15. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen, voor ik van je werd weggenomen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij een dubbeldeel in uw geest delen. Oh, je vraagt wel iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. En Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel op. Hij raapte Elia's mantel die afgegleden was op en liep terug. En bij de oever van de rivier hield hij stil. En hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa het kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet en knielden voor hem neer. Elia was in zijn tijd een groot profeet. En zelfs in Jezus' tijd wordt Johannes de Doper, daar denken de mensen van dat hij Elia is. En zelfs in de tijd dat Jezus vroeg op een gegeven moment, in Marcus 8, vroeg Jezus aan zijn leerlingen, wie zegt de mensen dat ik ben? En ze antwoorden, Johannes de Doper. En andere mensen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Dus Elia is een groot profeet. Ook al in Jezus' tijd was Elia bekend. En dan mag Elia, als je zo'n grote profeet, zeg maar, mag opvolgen. Vraagt Elia, wat kan ik voor je doen? Heb je nog een vraag? Vraag het maar. Elisa kon natuurlijk alles bedenken. En hij bedenkt eigenlijk, denkt hij van, en daar heb je behoorlijk wat moed voor nodig, als Elia zo'n grote profeet is, dat je eigenlijk zegt, ik wil een dubbel deel van de geest die op jou rust, wil ik wel hebben.
Nou, dan moet je wel lef hebben, denk ik dan bij mezelf. Dan moet je moed hebben om dat te durven te vragen. Maar Elisa wist wat hij deed. Want hij wist namelijk dat een eerstgeborene kreeg namelijk een dubbele erfenis. Dat staat in Deuteronomie 21, vers 17. Dus hij wist wat hij deed. Hij wist van, het ging over vader-zoonschap. Hij voelde zich echt als schoonzoon van Elia. En dus durfde ook dat te vragen, dat dubbeldeel. En de Bijbel beschrijft ook 2 keer zoveel wonderen van Elisa dan van Elia. En er waren dan nog andere profeten die nog aan de oever waren, aan de andere kant van de oever van de Jordaan. Die bleef een beetje op een afstand kijken. Maar Elisa, die staat er echt met zijn neus bovenop, want die wilde dat meemaken. Want die had iets van, ja, als ik dat dubbeldeel werd, dan moet ik wel zien wat er gebeurt. Dus ik denk dat Elisa goed om zich heen heeft gekeken, van ik wil wel meemaken wat er gebeurt. Want ik wil dat dubbeldeel van die Gods geest ontvangen. En het hele verhaal van Elia op de Karmel, tot wat ik nu heb gelezen, is eigenlijk ook een parallel naar Jezus. Elia was 40 dagen in de woestijn, Jezus was 40 dagen in de woestijn. En er staat dat Jezus vol van de geest terugkeerde. Jezus kiest zijn discipelen, terwijl ze aan het vissen waren. Roept hij hen, hij zegt, laat alles achter je. En net als bij Elisa, die alles achter zich liet. Zo liet de discipel alles achter zich. En Jezus ging ook naar de hemel toe met hemelvaart. En dan zien de discipelen hem echt gaan, zoals Elia zag naar de hemel zag gaan. Maar Jezus beloofde dat we de kracht van de Heilige Geest krijgen en zullen ontvangen. En eigenlijk is de Heilige Geest de voorschot op ons erfenis wat we hebben gekregen. En dat kan je lezen in Efeze 1, vers 14. Terug naar Elisa. Elisa is echt een ander soort profeet dan Elia. Dat zie je, hij is geen eenling, want je leest dan, als je zijn verhalen leest, dat er geeft ook leiding aan veel grotere, meer profeten. En die profeten wonen dan met hun gezin in de zogenaamde profetengemeenschappen, Bethel en Gilgal en Jericho. Als je het leven van Elisa bestudeert, heeft hij ook veel betere verhouding met de koning van Israël. De koning van Joram bijvoorbeeld gaat naar Elisa toe om hem raad te vragen. Elisa waarschuwt ook de koning als de Arameërs Israël proberen aan te vallen. En Elisa zorgt er ook voor dat zelfs het koningschap van de familie van Agab, waar Elia zoveel problemen mee had, dat daar een einde aan kwam. Want Jehu wordt dan gezalfd als koning. En Jehu doodt dus ook de moeder van, Jezebel doodt hij. En de koning van Joram. Of de koning Joram doodt hij van Israël. Elisa had een heel groot geloof in God. In een grote God. Hij wist alles. Hij wist dat alles wat hij was, dat van God komt. Hij was zo onder de indruk van wie God was. Hij wist dat ze in die tijd in God was. En hij heeft heel veel wonderen gedaan, Elisa, en juist aan mensen. Was hij bezig met, als hij een wonder deed, was hij bezig om de mens in aanraking te brengen met God. Ik heb een aantal teksten had ik op de beamer gezet over de aantal wonderen wat Elisa heeft gedaan, maar dat sla ik over. Ik vind dat mag je als huiswerk thuis lezen.
Vorig jaar in het najaar kwamen twee mensen na het stoet, twee van elkaar onafhankelijk, kwamen naar Claudia en mij en die zeiden het woord: sta je klaar? En destijds wisten we nog niet zo goed, wisten we eigenlijk niet dat we gevraagd zouden worden als oudsten. We hadden wel het vermoeden dat God ons weer terug wilde brengen in leiderschap. En we waren daar ons enigszins geestelijk aan het voorbereiden. En tegelijkertijd wisten we ook niet zo goed waar we op ons moesten voorbereiden. Maar ik geloof dat we klaar stonden zodra God ons zou roepen en dat Hij de deur zou openen. En pas dan zouden we ook instappen. God komt met zijn doel met mensen. Zodat hij komt ook met, God komt ook met zijn doel met ons. Met mij, met Claudia. En als je het verhaal van Elise ziet, is het eigenlijk de boodschap dat God heel erg betrokken is bij mensen. In de omstandigheden waar ze in verkeren. En dat hij ook vaak een oplossing geeft in die omstandigheden. Hij roept jou. Want hij roept jou zodat hij met zijn doel kan komen met jou. Hij wil je gebruiken. Maar soms kan je niet altijd zien dat God je wilt gebruiken voor zijn doel. Zeker als de omstandigheden waar je in zit, lijkt of alles misschien wel heen en weer schudt. Je hebt geloof in Jezus nodig om hem te volgen. Maar je hebt moed nodig om je eigen plannen los te laten en Jezus te volgen. Je hebt geloof dat God vandaag de dag nog steeds aan het werk is. Maar je hebt moed nodig om met je neus erbovenop te staan als hij aan het werk is. Je hebt geloof dat Gods boven de natuurlijke kracht van de Heilige Geest in en door jou heen werkt. Maar je hebt moed nodig om iemand de handen op te leggen en te bidden voor genezing. Je hebt geloof dat God tegen jou spreekt, want God spreekt nog steeds vandaag. Maar je hebt moed nodig om hem te gehoorzamen, ook al vraagt hij iets van je wat misschien vreemd of een vreemde opdracht is. En ik wil je aanmoedigen om juist te wandelen in geloof en in gehoorzaamheid. Want er is meer dan je nu nog kan zien. Je hebt moed nodig om te doen wat God van je vraagt om te doen. En de vraag is, sta je klaar als God jou roept? Misschien zit je wel in een positie nu waar je denkt van, ik heb moed nodig. En dat kan zijn op financieel gebied, op gezondheid, op relationeel gebied. We gaan toch doen wat we gaan doen, ja? Oké. Als je dat hebt, als je denkt van ja, ik heb daar moed voor nodig. Wil je dan opstaan? Durf je en heb je de moed om op te staan om te zeggen van ik heb geloof nodig in de situatie waar ik op dit moment zit. Dat kan op financieel vlak zijn, op gezondheid, op emotioneel vlak of op relationeel vlak. In de voorbereiding vanochtend, 5 van de week was dat, zei God, er is iemand in deze zaal of op de live of op de dinges, livestream, dank u. Is iemand die net een nieuwe leidinggevende heeft en daardoor gaat het niet zo erg lekker op zijn werk. Er zijn veel conflicten. Wie herkent zich daarin?
mag even je hand opsteken van wie herkent zich van, hey, ik heb net een nieuwe werkgever. Weet je wat God tegen me zei? Mag ik tegen jou zeggen? God gaat je geloof geven dat het goed komt. En God zei tegen mij van, en dat is de indruk waar ik ook weer uit wil bidden, Naomi, je mag getuige zijn op je werk. Ook al zijn er nu veel conflicten, ook al is het soms heel lastig, maar je bent een getuige op je werk. En dat zal een impact hebben. Als jij spreekt over wat God in jouw leven doet, heeft dat impact op jouw collega's. Dat spreek gewoon en dat profiteer ik gewoon over je uit. Dat is nog een indruk, maar we gaan het over een jong iemand, een tiener. Het gaat niet zo goed op school. En diegene weet niet zo zeker of ze dit jaar het wel gaat halen. Of ze wel overgaat, of examens wel gaat halen. Wie herkent zich daarin? Ja? Weet je wat God tegen me zei? Mag ik tegen jou zeggen? God is bij je. Ook al zijn er omstandigheden, misschien dat je niet zo goed weet of je het wel gaat halen of niet gaat halen. Maar God zegt, ik ben bij je. Ik zal je niet verlaten. Wat er ook gebeurt. God zegt eigenlijk, vertrouw op mij. Wil je hem vertrouwen? Dat het goed komt? Ook al lijken de omstandigheden er nu niet zo te zijn. God zegt, ik ben bij je en vertrouw op mij. Wat de uitkomst ook is. Ik zeg je daarmee.